Ik ben Thijs van de firma Techneutiens en wij installeren zonnestroominstallaties. We zijn hier bij Kurt en Elke. Hier hebben we zonnepanelen geplaatst, aangesloten op een STP 5.0, een driefase omvormer voor zonnepanelen. Ook hebben we een Sunny Home Manager 2.0 in de installatie toegevoegd. Deze zal hier voornamelijk dienen om de slimme weerstand van MyPV aan te sturen en zo sanitair warm water te maken op het moment dat de zon schijnt. Met de komst van de digitale teller wordt het uiteraard altijd belangrijker om zoveel mogelijk zonnestroom bij de woning te houden waar de zonnestroom wordt opgewekt. Daarvoor hebben we gekozen voor SMA. In combinatie met de Sunny Home Manager en de MyPV weerstand kunnen we heel gemakkelijk de energie die door de zonnepanelen worden opgewekt bij de woning houden door sanitair warm water te maken. De omvormers van SMA zijn standaard uitgerust met Sheetfix. De Sheetfix zal ervoor zorgen dat de zonnige panelen optimaal blijven opbrengen, ondanks het feit dat er andere panelen soms tijdelijk in de schaduw zullen liggen. Hallo, ik ben Elke en ik word blij van de energie van de zon. Wij hebben enkele weken geleden zonnepanelen laten leggen. We hebben ook een hybride wagen aangekocht, dus we kunnen de energie van de zonnepanelen gebruiken om die hybride wagen op te laden. Wij hebben voor SMA gekozen omdat dat een modulair totaalpakket aanbiedt voor onze noden. Onze installatie is berekend op 6000 kWh per jaar, die dat we zoveel mogelijk willen gebruiken via de slimme laadpaal en de slimme weerstand, om zo te proberen onze energiefactuur te laten dalen. De elektrische apparaten die veel energie verbruiken, werden in het verleden vooral in het weekend en 's nachts aangezet en nu vooral overdag. We kozen voor de slimme weerstand omdat die overdag ons water gaat opwarmen wanneer er veel zon is, zodanig dat we 's avonds minder gas gaan verbruiken en we merken al een daling in ons gasverbruik. De slimme weerstand is eigenlijk een soort warmwaterbatterij die eigenlijk gaat fungeren als een soort batterij, maar goedkoper. Door onze installatie is ons eigen gebruik hoog genoeg, waardoor we niet bang zijn voor de komst van de digitale meter.